Goedendag, je kijkt naar de weersverwachting van Weerplaza en we hebben opnieuw zo een zomerse weersverwachting in het verschiet. De dag begint met amper bewolking boven het land, stralend zonnige dag dus, maar in de loop van de ochtend ontstaan er een paar stapelwolken. Langs de noordkust is er een hele kleine kans dat zo'n stapelwolk een buitje oplevert, op de meeste plaatsen blijft het droog. Temperaturen worden ook weer echt zomers, 22 tot 24 graden op een enkele plek 25 graden. En een zeer lokale bui blijft mogelijk vanmiddag, maar vooral eigenlijk in het noorden. Vanavond trekt dat laatste buitje weg. De meeste plaatsen zal het vandaag gewoon droog zijn en verder ook vanavond weer flinke zonnige perioden. En de temperaturen die we hier zien, die hebben we vanavond tussen 9 en 10 uur. Morgen opnieuw een zomerse dag, temperaturen dan nog iets hoger dan vandaag, 23 tot 26 graden, lokaal 27. Kans op een bui is minimaal. Pas in de avonduren kan vanuit België een bui het zuiden bereiken. Dat geldt niet voor zaterdag. Dan komen er veel meer buien, vooral in de loop van de dag. Daarbij kan het ook omweren. Het wordt ook de warmste dag van de week: 25 tot 27 à 28 graden. Zondag gaat de temperatuur weer wat naar beneden, ook dan vallen er buien. En maandag blijft het waarschijnlijk weer droog. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl.